ook echt helemaal niet rustig. Dat kun je leren. Ook jouw aandachtsspier kun je trainen. En dat kun je doen zoals de kikker. Kennen jullie de kikker? De kikker die zit en doet niets. Helemaal niets. En ik ben zeker dat jij dat ook kunt. Even helemaal niets doen. En alleen zo zitten als de kikker. Die merkt alles op wat rondom hem gebeurt. Echt alles. Je ziet hier een vlieg of daar een vlieg. Daar iets bewegen, daar hoort hij iets. Maar die doet er niets mee. Die zit alleen stil. Aandachtig. Maar het doet er niets mee. En ook dat kun je leren. Aandachtig zijn. Alles opmerken. Maar toch niets mee moeten doen. Dan kun je door heel veel verschillende dingen te doen leren. En ook bijvoorbeeld ademen. Ik heb hier een hele leuke ademoefening. Als je je hand neemt, en die heb je meestal wel bij, kun je daar een mooie ademoefening mee doen. Met je andere hand, met je wijsvinger, ga je bij de inademing naar het puntje van een vinger. En bij de uitademing weer naar beneden. In. En uit. In. En uit. In. Misschien gaat het soms ook een beetje trager. In. In. Het is een goede oefening om je te helpen om rustiger te worden. Ik zeg niet dat het altijd helpt. Maar hoe vaker jij deze oefening doet, ook bijvoorbeeld als je in bed ligt en nog niet kunt slapen, hoe gemakkelijker het helpt om tot rust te komen. Wat je ook eens kunt proberen is jouw stopknop vinden. Heb je zo'n knopje al? Ik heb zo'n knopje al, want ik gebruik hem wel af en toe. Een stopknop is een knop die je duwt op je lichaam. Waar je gemakkelijk aan kunt om te stoppen. Gelijk met wat. Als je bijvoorbeeld ruzie maakt met je vriend of vriendin. En je wilt stoppen met ruzie maken omdat je het eigenlijk helemaal niet meer leuk vindt of zelfs niet meer weet waarom. Kun je jouw stopknop drukken. Of als je ineens jouw leraar of je juf iets tegen jou zegt. En je kunt maar niet stoppen met babbelen of te dagdromen. Druk je stopknop. Waar die ook is. En je hebt weer je aandacht. Want je raakt jezelf aan op die plek. En je herinnert je, ah ja, ik was eigenlijk iets helemaal iets anders aan het doen. Ik was eigenlijk, of ik wil eigenlijk luisteren. Of als je bijvoorbeeld ook eens niet kunt stoppen met babbelen. De stopknop. Dat is een heel handige knop. En die heb je ook altijd bij. Dus zorg er wel voor dat je een plaats kiest op je lichaam waar je gemakkelijk aan kunt. Je kunt ook eens zachtjes in je neus snijden als je wilt. Wat je ook kunt doen, of eens proberen in de klas, is rondgaan. Tussen de tafels door en de juf of de meester of ik nu zegt, duw eens jouw stopknop. En je blijft heel stil. En dan stap je weer verder.
Je kunt eens rondkijken, maar let op dat je niet tegen iemand botst of tegen de tafel. En alles opmerken en ik zeg aandacht en je duwt je stopknop en je hebt even aandacht voor je stopknop zelf en voor niets anders meer. En ook dat is een heel fijne manier om eens tot rust te komen, want soms is dat wel echt nodig. En soms hebben we wel nood aan rust. Het is niet altijd fijn en niet op het moment dat we willen, maar het kan wel heel veel deugd doen om eens tot rust te komen. Je kunt ook super aandachtig worden en tot rust komen door een leuk spelletje te spelen. Memory is zo'n leuk spel. Of dit spelletje. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Ik ga iets een beetje lichter komen. Hier staat rood, geel, blauw en groen. Misschien kunnen jullie dat eens schrijven of laten afdrukken. Maar zorg ervoor dat je die woorden kunt inkleuren. Want het woord rood kleur je blauw in. Het woord geel kleur je nu rood in. Het woord blauw kleur je rood en het woord groen geel. En dan ga je, als je daarmee klaar bent, heel snel de kleuren zeggen die je gekleurd hebt en niet het woord dat er staat. Voor degenen die net zijn beginnen lezen, is dat natuurlijk wel gemakkelijker. Dat geef ik toe. Als je dat een paar keer gedaan hebt, kun je dat ook eens het woord lezen en niet meer de kleur waarmee je het gekleurd hebt. Het is wel een grappig spel, maar je gaat er heel aandachtig moeten zijn. En weet je wat zo leuk is aan aandachtig zijn? Je maar op één ding concentreren, dat brengt je tot rust. Veel dingen tegelijkertijd doen is eigenlijk niet zo goed. En dat is... dat maakt een beetje stress in ons lichaam en ook vaak in ons hoofd. Eén ding doen en niet meerdere dingen tegelijkertijd. Misschien kun je eens naar elkaar toe draaien en elkaar eens aankijken. Ja, dat kan soms wel eens grappig zijn, dat geef ik ook toe. Kijk eens in elkaars ogen. Welke kleuren zie je daar allemaal? En dat zal niet alleen blauw zijn of bruin zijn. Kijk maar eens goed, aandachtig. Alleen maar kijken, nog niet zeggen. En dan glimlach je eens naar elkaar. Of je lacht naar elkaar. En kijk eens wat er allemaal beweegt in het gezicht. Dat zal niet alleen de mond zijn. Kijk maar eens goed. Zo kun je elkaar echt wel eens zien. Dat is heel bijzonder als je naar elkaar kijkt en elkaar ziet. En jullie zeker, jullie hoeven geen mondmasker te dragen. Jullie zien elkaar wel echt. En zo doe je ook weer maar één ding en dat is kijken, zonder te babbelen. Soms wil je wel iets vertalen natuurlijk en direct zeggen wat je ziet. Maar soms gaat dat zo'n, of het geeft gewoon zo'n mooie rust om alleen maar te hoeven kijken. En dan kun je nog eventjes je ogen dicht doen. En je brengt je armen dan langzaam omhoog. Helemaal omhoog. En je rekt je eens goed uit. En je voelt eens goed je lijf, je armen, je hoofd, je rug. Misschien wil je helemaal uitrekken. En dan laat je armen weer langzaam zakken en je knippert je ogen open. En je kunt zo zachtjes op je aangezicht tikkelen. En alleen maar je aangezicht voelen. Je voorhoofd, je kaken. En dan zeg ik namaste.